De mensen denken dat mijn vak toch zo verschrikkelijk vies moet wezen, maar dat is werkelijk niet waar. Ik zit de krant erbij te lezen. Ik eet er fijn mijn brakkie op, ik smul er van mijn carbonade. Het gaat er net zo gladjes in, al zit ik bij de retirade. Ik heb mijn hele leven lang al menig een bedrukt zien komen en daarna opgeruimd zien gaan en dan de fooitjes aangenomen. Wanneer ik ook eens schrijven kon, dan kwam het in de grote bladen wat ik van het mensdom heb gezien als juffrouw van de retirade. Eens was ik ziek van rheumatiek, mijn benen konden haast niet lopen, toch bleef ik vlijtig op mijn pot en deed de deuren kreunend open. Tot dokter me verandering van lucht beslist had aangeraden, toen ging ik dadelijk erop uit en wachtte een andere retirade. Maar als het eenmaal zomer is, dan gaat het prachtig met de zaken. Dan heb ik soms niet eens de tijd om zelf gebruik ervan te maken. Dan zegen ik de groente voor, vooral zijn vruchten en salade. Dan heb je pas plezier ervan, als juffrouw van de retirade. En als ik eenmaal sterven moet, wat iedereen toch kan gebeuren, dan hoop ik dat nog menig klant om mijn afwezigheid zal treuren. En als ik in de hemel kom, schenkt Petrus me direct genade, stelt hij me daarboven zeker aan, als juffrouw van de retirade. En nu de moraal. Ik schaam me niet dat ik mijn brood verdien met sleutels af te geven. Die anders denkt heeft geen verstand en snapt geen steek van heel dit leven. Er zijn er in de wereld veel die zich in grote weelde baden, maar die het verdiende viezer nog dat ik het op de retirade.